En dat jullie mensen van Dutch Gaming, welkom bij een nieuwe video hier dit kanaal. Voor wel zeker dat duimpje op te klikken en was te abonneren voor meer natuurlijk. Vandaag zijn we weer aangekomen bij onze nieuwe FC en mijn career mode. Daarnaast zijn we gekomen bij de persconferentie. Tot dusver doen jullie het goed. Er staat jullie goed. Heel goed voor als je uit de onderstel van de klasment wel erg heeft. Ja, natuurlijk hou je uit je sexy tempo eigenlijk gewoon vol. Ja, dat moet is eigenlijk wel de bedoeling. We willen eigenlijk met Ebbe de middenmoot halen. Dus na deze wedstrijd gaan we ook wat versterkingen halen, heb ik het gevoel. Het team is er nog niet helemaal klaar voor. Want volgend seizoen is de doelstelling Europa League. Het is gewoon de bedoeling dat Emme snel Europa ingaat. Heb je voorbereid op de volgende wedstrijd tegen Heerenveen, jullie rivaal? Ja, we hebben ons voorbereid, maar niet erg. Vind ik, maar we hebben gewoon gezegd dat we in topvorm zijn. Ik vind FCM nog niet in topvorm, daardoor heb ik ook... Ja, wil ik eigenlijk ook aankopen doen voor de wedstrijd tegen Willem II. Dat is na de wedstrijd tegen Heerenveen. Want ik heb wel een paar spelers in bedrang. Vooral dat we spelers bij AZ weg gaan kopen vooral. Ik heb alleen AZ-spelers momenteel in de buurt van mij. En in de winterperiode kijken we wel weer verder hoeveel geld we dan hebben. Voor jeugdtalenten van Emmen. Zodat we daar weer geld mee kunnen verdienen. Nou, in ieder geval kunnen we gaan beginnen aan de wedstrijd tegen SC Heerenveen. Ziyech maakte 2 in zege van Ajax tegen FC Emmen. Ja, het is wel jammer dat we daarvan hebben verloren, want daardoor staan we nu op de 13e stack. Maar ja, dat kan ook weer zo veranderen natuurlijk. We zien Brunet. En ja, hier zijn we dus aangekomen bij de training waar Bakker een bal moet onderscheppen van de andere. Maar ja, op naar de wedstrijd. En daar krijgen jullie het commentaar van Sjoerd de Vos en Jeroen Gruter. Hier moeten we natuurlijk even de settings doen, want de commentaar vond ik nog een beetje zacht staan. Zet natuurlijk in de reactie wat jij nog wil zien in de carrière en de spelers die we misschien nog kunnen halen, maar niet in de zomerstop. In ieder geval weer over met de commentator. Vind ik ook commentator zacht staan. Hier zijn dus de spelers van SCM en Heerenveen het veld opgekomen. Best wel een rivale wedstrijd. De verliezen tegen de Drenthe natuurlijk ligt naast elkaar. Hier de opstelling van Emmen. Wat opvallend is dat Sergio Peña nog steeds niet in de basis staat bij Emmen. En dat Telgekamp nog steeds onder de lat staat bij Emmen. Ik kan me voorstellen dat Willem Wisseling die had zich geërgerd aan Telgekamp tegen Ajax. En dat hij dan nog steeds onder de lat staat, ja, dat is verbazingwekkend. En ook de verdediging van Emmen was toen niet goed genoeg, maar ook gewoon nog steeds hetzelfde gebleven. Ik had verwacht dat Gorgoglu misschien een basisplaats zou krijgen, is dus niet gebeurd. Mijn heer opeens er wel een wijziging en dat is Daniel Hoeg. Die is nu de aanvoerder in plaats van Jens Udegaard. Die was eerst in de vorige wedstrijd aanvoerder. Oké, nu zien we dat Heerenveen een beetje een peptalk krijgt, van dat we de wedstrijd wel best wel kunnen winnen. Emma kan hier ook al een prestatie neerzetten. In Emma trouwens, maar het moet wel gaan gebeuren. Emma heeft natuurlijk een redelijk zwaar programma. Dan direct tegen Willem II is niet de makkelijkste tegenstander om te hebben. En het schijnt zelfs dat Wesseling onder oog staat voor bondscoach van Nederland. Hij is er in ieder geval voor gevraagd. Schijnt uit de wandelgangen, dus misschien krijgen we daarna deze wedstrijd ook wel weer wat van weer te horen. Maar het is in ieder geval hier al 1-0 voor Heerenveen. We hebben de goal blijkbaar niet gezien door een foutje van de edit. Dat is niet heel handig, maar dat overkomt mij ook eigenlijk bijna nooit. Maar dan is het hier al 1-0. En dat is dus niet een lekkere start voor Emmen.
Ja, dan is het. Ik vind dit. Ik ben nog steeds van mening dat dit Hens is. Maar Hens staat niet aan. Maar ik vind het wel onzin dat dit doelpunt telt. Hij neemt er volledig mee met de arm. En dan vind ik, ja, de trainer is natuurlijk hier totaal niet tevreden mee. Begrijp het. Emma speelt deze hele wedstrijd bar en bar slecht. En als Ibrahim Drizovic die hem binnen kan schieten. Het is niet goed bij Emma, daar kunnen we wel voor opstellen. Laurensen, die direct de bal weer verliest. Het gaat daar niet lekker bij Emma. Dan kan Heerenveen direct overschakelen. En dan zien we hier weer Heerenveen. Die weer met geluk de bal mee krijgt. En hem ook binnenschiet. 2-0. En Telgekamp zit daar weer niet lekker bij. Ik denk dat hij zijn laatste wedstrijd kiept bij Emmen. Ik denk dat hij ook direct naar de transferlijst gaat. Dat Emmen er toch nog wat aan wil gaan verdienen. Want dit kan zo lang niet meer. Die jongen is weer veel te oud voor de Eredivisie. En ik denk ook dat Emmen hier onderuit gaat in eigen huis. Waar ze dachten toch nog een beetje een redelijk goed seizoen te draaien. Winnen van Groningen, maar Groningen staat laatste. En je moet nu tegen de nummer 1 van de Eredivisie, dat is Heerenveen. En dan scoort Emmen toch nog de aansluitingstreffer in de eerste helft. 2-1 door Marco Anko Jansen. Ik wou Marco Kolar zeggen, maar het is Anko Jansen geworden. Maar ja, de aanval wordt sowieso dus versterkt na deze wedstrijd, schijnt in de wandelgangen bij Emmen. Want Emmen heeft er een redelijk goed team staan, maar er moet natuurlijk nog wel even wat veranderingen bij. Maar ja, dat komt natuurlijk allemaal wel goed. En de trainer wel weer tevreden, maar ja, het is nog niet goed genoeg vind ik bij FC Emmen. Zijn tweede doelpunt in de Eredivisie voor Anko. De Messi van Emmen wordt hij ook al genoemd, de Messi van Drenthe. Zet natuurlijk in de reactie wat jij verwacht hoeveel ze worden met FC Emmen. Ik ben wel nieuwsgierig hoe jullie erover denken. Kan Emmen hier dan toch nog winnen? Inmiddels aangekomen bij de tweede helft, slotminuten. 88e minuut hoort Cola deze bal in te schieten, maar lukt hem niet. Ook wel een moeilijke bal, maar dat je hem dan direct zo neemt. Ja, oké, ik snap het. Ja, en dan tellen de tijd af. Warmer Haan ze een beetje tijd trekken. De 90ste minuut lijkt Emmen het wel opgegeven te hebben. Nog 2 minuten extra. En ik denk dat Emmen deze wedstrijd wel verloren kan hebben. Sterker nog, Emmen heeft deze wedstrijd nu wel verloren. En dat is nu zo'n feit. Emmen verliest de eerste thuiswedstrijd van het seizoen. En verliest dus de derby van Heerenveen. Hoe je de derby kan noemen is onbekend, maar het is niet goed. Nou, en ik heb ook expres besloten om het interview maar niet te doen. Ik heb het interview aan mij voorbij laten gaan, want dit was een slechte optreden van de ploeg. Ik weet het zelf ook en ik heb daarom ook gekozen om geen interview te doen. Ja, FCM mist kans op gelijk maken tegen Heerenveen. Dat is een feit en daardoor staan wij 12 dus. Niet lekker. En daardoor besluit ik ook om wat dingetjes te gaan doen. We doen een financiële overname. We doen ook een aanbieding als bondscoach. Om dat puur om ons een beetje op de kaart te zetten. En ik hoop dan eigenlijk voor Nederland gevraagd te worden. En dat gebeurt. Aanbieding als bondscoach voor Nederland. Nou, ik bedacht me geen moment. En heb besloten het te doen. En natuurlijk ben ik blij, want dan kan ik een beetje doorselecteren. Kan ik het Nederlands elftal wel neerzetten zoals ik het wil. En uiteindelijk heb ik hier besloten om de simulatie te stoppen en nog wat dingen, het spelers te gaan scouten. En hier zijn we dan bij Stanks aangekomen. Stanks is een van de laatste aankopen die we dit seizoen gaan doen. Aangezien ik al twee spelers heb gekocht en die zien jullie straks. Maar eerst bij Calvin Stanks, die moeten we eerst halen. Nou, ik besloot om 11 miljoen te bieden. Ik bedoel 12 miljoen, ik dacht nou dat is wel een goede som. AZ wou hem voor 13,4 miljoen, nou dat vond ik wel niet zo heel erg. Dan komen we er net uit met een salaris.
En ja, dit leek mij voor een topniveau, want als je die spelers een beetje een goed bedrag biedt en dan verkoopt AZ ze. En dan kan Stengs hier een beetje de rol spelen. Koop hier AZ een beetje door licht te kopen. Zodat hun een beetje de kwaliteit het weg hebben en dat wij van Stengs een goede voetballer kunnen maken. En dat is een feit. Biedt hem ook een heel goed salaris. Omdat ik zijn huidige salaris een beetje wat overtref, maar die jongen is ook gewoon goed, dus die verdient dit salaris ook. Nou, en dat is dus onze laatste aankoop. Dan zien we dat ook een paar keer gefaald zijn. Daar moest ik echt voor gokken. En blijkbaar vond Feyenoord 2 miljoen van Ayoub niet goed. En dan zien we dat hier dus. Deze opstelling gaat helemaal veranderd worden. We hebben Bizot gehaald. We hebben Boadou en Stengs gehaald. Allemaal van AZ. En ik denk dat Bizot is wel gewoon een aardige keeper. Ik heb Stengs voor Laudersen. Laudersen is gewoon niet goed genoeg in de game. Staat wel in de wissel. En Kolar, ja, ik vind hem nog niet echt te bewijzen bij Emmen. En Kolar gaat waarschijnlijk nog wel gewoon een keer in de basis komen. Maar Boadou geef ik momenteel gewoon de voorkeur. Omdat we die jongen nog goed kunnen trainen. En die jongen is ook gewoon goed bij AZ. Hoop dat hij dat in het spel ook kan doen. Dat is natuurlijk eventjes de vraag. En ja, de Leeuw. Ik was aan het twijfelen. En dan toch Peña erin. En trouwens, wat een opluchting is. Is dat Arias buiten de selectie is gezet. Waar ik best blij mee ben. Nou, dan is dit het redelijke goede opstelling van Emmen. Ik denk trouwens nog wel aan transfervrije spelers te gaan halen. Voor de verdediging een beetje op te schonen. Maar dat terzijde hebben we dat dus nog niet gedaan. Maar ik denk dat dit team van Willem 2 makkelijk moet gaan winnen. Willem 2 staat momenteel op de 8e plek. En dus als wij winnen staan wij gelijk met punten uit mijn hoofd. Alleen hopen wij hier dus met een beter gevoel naar Tilburg te gaan dan Willem 2 zelf. Dus op de hoop dat het gaat lukken. Ik hoop het, maar ik denk het niet. Maar je kan het altijd proberen, zou ik zeggen. En ja, ik snap echt niet hoe Anko deze bal mist. Maar ja, op naar Nou, alweer staat het geluid zo zacht. Ik dacht dat ik het hier had aangepast, maar blijkbaar niet. Nou, de spelers van Willem 2 en FCM gaan nu het veld betreden. Ja, natuurlijk is het een spannende wedstrijd voor beide ploegen. En nu kan M ook een beetje laten zien waar ze staan. Als ze winnen van Willem 2, dan staan ze er redelijk goed voor. Willem 2 dus zelfs vijfde. Met een ook wel goed doelsaldo AZ vierde. Heerenveen staat netjes eerste. En dan zien we hier dus Kelvin Stengs, de nieuwelingen van Emmen. En ja, dat is direct ook goed. En ik zei ook al, Telgekamp gaat het niet lang houden. En dat is dus ook een feit geworden. Telgekamp is ook helemaal buiten de selectie gezet. Emmen heeft hem ook op de transferlijst gezet. Maar ik denk niet dat er echt aanbod is voor Telgekamp. Verrassing bij Willem 2 is dat Kohler niet in de basis staat. Verbaast mij ook dat Emmen die niet overkomen. Die jongen is goed Mats Keulert. Maar ja, Emmen heeft het geld blijkbaar gewoon niet voor Mats Keulert. Die jongen is best wel goed, maar ja, het is weer een kam. En aan die kam heb je niks, want Emmen heeft al zo'n kamprobleem. Van dat je te veel kams hebt. En Peña is gewoon goed. Dus ja. En hier de opstelling van Emmen, en dat is dus verrassend dat Bizot is gehaald, Boadou is gehaald en Stengs is gehaald. Daardoor heeft Emmen wel weer heel veel goede mensen in de voorhoede. En deze voorhoede is gewoon goed. Verdedigend staat Emmen nog niet heel erg best, maar het is ook niet slecht. Nou, dan even een tweede dus nu de bal en die geeft hij direct al aan Emmen. En dan heeft Emmen dus de bal. Dan heeft Emmen de bal. Anko Jansen, ziet die Boadou? Ja, die ziet hij. Dan is deze raak 1-0 voor Emmen. En dan is direct Boadou die zijn eerste doelpunt maakt als debuutspeler van Emmen. Ja, deze schiet iedereen natuurlijk binnen, maar je moet er gewoon binnen schieten. En dat doet Boadou.
1-0 voor Emmen dus. En ook gewoon goed binnengeschoten, hè. En de trainer natuurlijk tevreden, want Willem II is een van de topfavorieten eigenlijk wel dit seizoen, dat ze Europees kunnen halen. En dan heeft Willem II weer de bal, maar ja, het Willem II team is niet zo heel goed meer, vind ik. Willem II heeft het niet meer echt goed gedaan met het budget. Dat schijnt ook Ajax niet goed gedaan te hebben met de Champions League, want die staan tiende. Maar hier is Emmen weer en dan is hier Stengs, gaat hij ook binnen schieten. 2-0 voor Emmen. Dit lijkt momenteel een hele makkelijke wedstrijd te gaan worden voor Emmen. De aankopen doen het voor Emmen en dat is juist goed, dat ze die aankopen ook goed gaan en niet mislukken. En de supporters natuurlijk tevreden. Maar ja, het is ook gewoon terecht dat Emmen hier gewoon zo goed voetbal. Want Emmen speelt hier ook gewoon goed. Er is gewoon niks mis mee. In de 36e minuut staat Emmen dus al op 2-0 voor tegen Willem II. In de rust dan. Na rust. Dus direct Willem II aan de bal. Staat de verdediging van Emmen nog niet zo heel erg goed als in de eerste helft. En dat bewijst het hier ook maar weer, want Willem II paast er wel heel makkelijk doorheen, komt zelfs vrij. En dan is de keeper daar niet heel erg lekker en is het 2-1 voor Willem II. Willem II terug in de wedstrijd, heeft de aanzettingstref te pakken. En denkt dus aan meer bij Emmen. En dat is voor Emmen niet te hopen dat Willem II aan meer denkt, maar soms laat ze dan ook te veel ruimte liggen. Waardoor er nog wel eens een dikke uitslag voor Emmen kan komen. En dat gebeurt. Willem II gelooft erin. Maar het wordt nog zelfs 3-1 door Chacon. En ja, ik speel gewoon op wereldklasse. Dus dat is geen excuus voor Willem II. Willem II heeft deze wedstrijd gewoon niet. Want Emmen heeft gewoon meer kwaliteit dan Willem II blijkbaar. Het is ook gewoon Chacon die goed vrij loopt. En hem daardoor weer binnen te schieten. Zijn eerste goal in de Eredivisie. En dan heeft Willem II dus weer afgetrapt. En dan heeft Emmen weer de bal. Is het weer Chacon? Is het Boadu? Is het Peña? Boadu. Gaat hij zijn tweede maken? Jazeker. Het is 4-1. Dit lijkt wel een makkelijke overwinning te worden in de 62e minuut voor FC Emmen. En ja, dat is ook wel een beetje terecht naar al die goede aankopen die ze hebben gedaan voor heel veel miljoenen. Na de financiële overname van een redelijke biljardair bij Emmen. En die pompte dus aardig veel geld in, waardoor Boadu en Stengs en Bizot zijn gehaald. Bizot is gewoon een goede keeper, Stengs gewoon een goede voetballer en Boadu dus ook gewoon goed. Scoort als een tweede bij Emmen. Geloof Willem II dan nog in antwoord? Nee, want het wordt zelfs nog een 5-1. Stengs met een goede bal op Boadu en Boadu scoort dus zelfs nog een hat-trick in zijn debuut. Wat een debuut voor Miron Boadu bij FCM. Want wat is dat toch een goede voetballer. En daar bewijst het hier maar weer. Hoe goed hij is. En dan komt zelfs de Leeuw er nog even in. Want ja, we moeten niet iedereen natuurlijk te geblesseerd gaan maken. Peña er gewoon uit. Want deze wedstrijd is wel gewonnen. Geloof in een tweede dan nog in een goal. Jazeker, want daar komt Mats Kullert. En dan is het de 5-2 nog. Maar ja, niet dat Willem II er nog veel aan heeft. Ja, niet dat Willem II er natuurlijk nog veel aan heeft, want Emmen heeft zich gewoon gedeclasseerd. Gewoon een dikke overwinning in Tilburg. En dit is gewoon eigenlijk een redelijk dikke uitslag.
En dan is het het einde wedstrijd als Emmen deze bal weg weet te trappen. En dat is zo. Emmen wint met 5-2 in Tilburg. En ik denk dat Emmen niet veel te klagen heeft, want Willem 2 was beter in deze wedstrijd. Maar Willem 2 maakte de kansen niet af. Emmen wel. En door deze Miron Boadu is het dus gelukt. 5-2 is de overwinning voor FC Emmen hier in Tilburg. Maar dan kan ik wel nieuwsgierig hoe het in de stand gaat met Emmen. Eerst de interview na de wedstrijd. Heracles op 0-0. PSV ook op 0-0 tegen Groningen. Allebei in de 15e minuut van de wedstrijd. En Heerenveen Twente moet nog gaan beginnen. Ook een derby trouwens. Ik weet niet welke, maar... Nou, de interview. Bijzonder en fantastisch gespeeld in zijn eerste wedstrijd als speler van FCM. Wat vond jij van zijn sterke debuut? Ja, ik heb eigenlijk gezegd hij heeft meer in huis. Hij heeft wel goed gekeept daar niet van. Maar die eerste was best wel onnodig uitgekomen van de keeper. Met de Boadu voor het eerst in zijn naam op het scoreformulier gezet als speler van FCM. Wat vind jij van zijn fantastische debuut? We hebben onze talisman gevonden. Ja, dat is gewoon een feit. Het is ook goed dat hij zich gelukkig voelt bij Emmen en bijzonder tevreden, dat is gewoon goed. Hattrick zie je tegenwoordig, maar nog maar zelden hoe vind je dat Boadu heeft gespeeld. Ah, inderdaad, Boadu was vandaag in topvorm. Oh, Boadu was vandaag ontketend te spelen, als zij kunnen soms de uitkomst van de wedstrijd bepalen. Nou, bedankt, ik antwoord verder geen vragen meer. Nou, en nu kunnen we ook nog even zien waar we staan met Emmen. Emmen staat netjes 6e. Nou, daar willen we staan. En ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Geloof me zeker dat je een duimpje wilt klikken. En dan was het abonneren voor meer te doen. En dan zie ik jullie later. Later mensen.